Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Vandaag is het licht wisselvallig met een aantal buien, soms ook met een kans op onweer, maar ook perioden met zon. Vanochtend komen die buien verspreid over het land voor, in de middag komt de nadruk meer te liggen op het binnenland. In de kustgebieden wordt het dan vrijwel overal droog en ook behoorlijk zonnig. In de rest van het land ook nog wel geregeld zon en het wordt ongeveer 18 graden. Verder waait er een matige, aan zee nog soms vrij krachtige wind uit het zuidwesten tot westen, windkracht 4 of 5. Vanavond gaat de wind wat verder afnemen, verder verdwijnen dan geleidelijk aan de meeste buien en klaart het ook verder op. Het koelt af naar ongeveer 16 graden. En morgen volgt een herhaling van Zette, periode met zon, maar ook een aantal buien. De kans op onweer is wel afgenomen. En omdat er meer zon is, wordt het ook wat warmer, zo'n 18 tot 21 graden bij een veel matige wind uit westelijke richtingen. Op dinsdag is de buienkans weer wat groter, een graad of 19 wordt het dan. Woensdag en donderdag een enkele buien, maar ook zonnige periode. De middagtemperatuur ligt dan zo rond de 20 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.